je moest ook een zaterdagochtend nog naar school. Oh, echt? Nee. Ja, je leert allemaal dingen over de geschiedenis van onze school en hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Ik leg af en toe eens wat uit. De geschiedenis van het Willem Lodewijk Gymnasium. Dat is waar scholieren van de school de hele week bij stilstaan tijdens de zogenaamde Willem Lodewijk. Het gymnasium bestaat 110 jaar en daarnaast is het 400 jaar geleden dat de naamgever van de school overleed. Dat zijn de redenen waarom er deze week verschillende activiteiten georganiseerd worden. Gisteren zijn we collectief gestart met een magistrale opening door twee geschiedenisdocenten. Die hebben een prachtig verhaal verteld over Willem Lodewijk en zijn daden en zijn opvattingen. En vandaag begint het programma voor alle klassen. 'S Middags kunnen ze kiezen uit een excursie naar Heiligerlee of Leeuwarden, waar Willem Lodewijk begraven ligt. Of ze kunnen in de stad naar de archieven om te kijken naar het document dat Willem Lodewijk persoonlijk heeft geschreven over de reductie van Groningen. Maar ook, hoop ik, de stichtingsakte van de school, waarin staat waarom we nou gekozen hebben, 110 jaar geleden, voor de naam Willem Lodewijk. In dit filmpje lopen we mee met deze groep derde en vierdejaars scholieren. Eindbestemming is de Groninger archieven, waar we onder begeleiding van een medewerkster op zoek gaan naar historisch materiaal dat opgeslagen ligt in de krochten van het archief. De welke zijne excellentie en de den welgeboren heren graaf Willem Lodewijk van Nassau. Wat wist je tot nu toe over de geschiedenis van de school? Nog niet heel veel. Wel dat de school vernoemd is naar de bekende Willem Lodewijk? Ja. Ja. Even heel kort samengevat, wie was Willem Lodewijk volgens jou? De stadhouder van Friesland en Groningen, volgens mij. Het was de broer van Maurice. En Maurice was de zoon van Willem van Oranje. En volgens mij was hij ook de stadhouder van Friesland en Groningen. Ja, dit is een beetje, het is heel oud. Dit is het stadboek van Groningen en hij is 600 jaar oud. Het is een ets van Willem Lodewijk. En de goede man die heeft zich maar één keer in zijn leven laten portretteren. Want hij vond het zonde om daar veel geld aan uit te geven. Dus dat is ook een kwaliteit, hè? Een zuinigheid met vlijt en zo. En dat is dus een ets van onze naamgever. En die heb ik even geleend om hem te laten zien. Zo zag hij eruit. Geboren in 1560 en overleden in 1620 in Leeuwarden. Maar daarmee hebben we nog niet een antwoord op de vraag waarom de school vernoemd is naar deze stadhouder. De zijvleugels waarin de gymnastiekzaal en een kantine / aula aan plaats vinden. Eigenlijk niet. Eerlijk gezegd. Dat weet ik niet. Kun je wel bedenken? Misschien omdat die stadhouder was van Groningen. Denk het wel. Dat hij een belangrijke invloed heeft gehad op de ontwikkeling van Groningen, dat hij daarom vernoemd is. Op zich wel, ja, dat denk ik wel. Ik denk omdat Willem Lodewijk op zich best wel belangrijk is geweest voor Groningen. En hij is een goed voorbeeld, denk ik, voor leerlingen bijvoorbeeld. Een precies antwoord hebben we ook niet kunnen achterhalen. Maar als medeoprichter van de Rijksuniversiteit Groningen en als stichter van de Universiteit in Franeker kunnen we stellen dat Willem Lodewijk onderwijs hoog in het vaandel had staan. De aula na afloop van de middagpauze meer op. De stal lijkt dan op een plaats voor mensen. Dat school deze verjaardag op deze bijzondere manier viert, wat vind je ervan? Wel belangrijk, want we leren zeg maar dingen over onze school en dat zou je wel moeten weten. Oh, is dat toen ook al wat pijn? Natuurlijk niet, sorry. Mijn verwachting van deze week, dat is al gisteren goed begonnen, dat leerlingen zich meer gaan verdiepen in degene naar wie de school is genoemd. En dat ze ook wat meer besef hebben van de implicaties van het geven van zo'n naam. De Willem Lodewijk wordt komende vrijdag afgesloten met een pubquiz op school.